Een finishing medaille rond de nek van Brent Pateo. Brent, het had bijna een echte medaille kunnen opleveren morgen op het banquet van de Champions. Want ja, net naast het podium, maar je bent super gelukkig, denk ik. Hè? Schitterende prestatie neergezet. Ja, het is mijn eerste keer hier. Doel was finishen. Zien we wat het heeft. Ik heb mezelf nul verwachtingen opgegeven. En ik kwam over de meet en ik hoor zesde in mijn categorie. Dus net in plaatje naast het podium, maar dat is echt niet belangrijk nu. Ik ben zesde, overtreft alle verwachtingen, ik ben super tevreden. Ik zag je over de streep komen en dat was echt een ontlading, hè? Ja, 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 het is ongelooflijk. Ik doe nu 8 jaar triathlon. De eerste 4 jaar Hawaii, dat was niet voor mij. Mijn tijden waren er absoluut niet in de buurt van. Maar zo jaar per jaar kunnen we dichter komen. 4 jaar denken, dat is niet voor mij. 2 jaar denken, wie weet ooit. 2 jaar voelen van ja, misschien wel. En dan is de kwalificatie er. 3 jaar naartoe leven. En dan sta je hier op Hawaii. En dan ben je zo blij dat die druk van je afvalt als je effectief finisht. Want het is toch geen makkelijk ophaal hier. Wat vond je vandaag het zwaarste? Want het was geen gemakkelijke editie. Wil dat duidelijk zijn? Ja, het zwemmen ging veel beter dan verwacht. Ik heb me wel goed gepositioneerd. Ik heb weinig in de wasmachine gezeten. Ik heb nog goed kunnen zwemmen. Fietsen heb ik me een beetje laten vangen. Tot in Hawaii was er een grote groep. Die mannen komen constant over je van het moment dat er een motor op komst is. En ik wou geruststelling en ik heb vaak op kop gereden. En aan kilometer 150 begon ik dat dan wel te voelen. En die mannen die in dat groepje zaten, die gingen dat weg. Dus de laatste 30 kilometer in het fietsen dacht ik echt van oei, wat wordt dat hier nog? Marathon was zwaar, maar... Allee, ja. Zwaar. Zwaar is nog niet het juiste woord. Zo warm. Het is alles wat ze ervan zeggen en nog veel erger. En dan moet je daar nog even zo na 2/3 van de marathon Palani Road opkruipen? Ja, Palani Road opkruipen, maar ik vond eigenlijk Palani Road aflopen van kilometer 40 veel pijnlijker. Ik heb hem heel rustig opgelopen. Ik heb me niet willen opblazen. En nu? Wat ga je nu doen? Nu blijf ik nog 10 nachtjes op Hawaii. Ik ga nog met mijn vriendin naar 2 andere eilanden. We zijn hier nu. Ik ga ongelooflijk genieten. Ik ga het laten bezinken. Het zal... Komt nog een mooie periode aan. Well, geniet ervan en ja, wie weet, zien we jou volgend jaar of een van de komende jaren terug? In het begin zei ik altijd van financieel gezien zal Hawaii maar 1 keer zo zijn. Maar ja, het eiland heeft me wel bevangen en ik zei het altijd mijn vriendin van we gaan wel een weg vinden. Zeker niet volgend jaar, maar in 2 jaar, 3 jaar, ik denk dat ik hier wel nog een keer terugkom. Oké, het is je gegund. Proficiat nogmaals. Dank u wel.